Hartelijk welkom, dames en heren, bij Studium Generale. Ik ben Rob van Duin, programmamaker bij Studium Generale. En al 34 jaar inmiddels deze zomer. En in die 34 jaar hebben we Jos de Mul wel eens eerder te gast gehad, ook hier in Maastricht bij Studium Generale. Maar mijn eerste herinnering aan Jos de Mul is van mijn tijd aan de kunstacademie waar ik studeerde in Arnhem in 1986. En we hebben net geconcludeerd op basis van het beeld wat ik daarvoor nog van ogen had. Dat was een schilderij van Van Gogh, Twee Schoenen. Dat een lezing over Heidegger moet zijn geweest. Nu kunt u zich afvragen, wat hebben die schoenen met Heidegger te maken? Nou, dat weet Jos de Mul. Maar daar gaat het niet over vanavond. Vanavond gaat het eigenlijk vooral over zijn nieuwste boek, Welkom in het Symbioseen. Wat ons bij Studium Generale zeer aansprak, omdat het heel breed is. Ik zei vanavond, ik vond het een heel rijk boek met zoveel aspecten. Het is breed omdat het weliswaar natuurlijk door een filosoof geschreven en doordacht is, maar dat het ook heel veel raakt aan zaken die de wereld betreffen als het gaat om waar we met de wereld naartoe gaan. Maar ook natuurlijk raakt aan andere vakken als biologie, techniek, technische ontwikkelingen, AI, genetica, van alles zit er eigenlijk in. En dat is heel erg des Studium Generale, dat we dingen van verschillende kanten graag belicht zien. En zeker ook graag de filosofen daarover aan het woord laten. En dan zijn we helemaal blij dat Jos de Mul zo'n mooi boek daarover heeft geschreven. Helaas kon de boekhandel vanavond niet aanwezig zijn, maar we hebben een link dat u het kan bestellen. Ik ga u dat ook nog eens e-mailen, want we hebben ook nog een opname van deze lezing. En die link krijgt u ook thuis. Dus als u het even allemaal niet kunt volgen, weet dat u ook nog een link krijgt met de opname van deze lezing, zodat u het terug kan kijken. Vanavond gaat het over met als titel de lezing Cheat GPT. Dus niet Chat GPT, maar Cheat GPT. Kunstmatige intelligentie als parasitaire symbiose. Symbiose, het samenleven van organismen van dezelfde soort, verschillende soorten of van organismen en technische artefacten, is een van de meest voorkomende kenmerken van het leven op aarde en motor van biologische en culturele innovatie. Jos de Mul zal het leven in het Symbioseen, waar we dan nu in zitten, toelichten aan de hand van symbiose tussen mens en kunstmatige intelligentie, met als voorbeeld ChatGPT. En hij zal betogen dat zich achter de op het eerste gezicht nuttige, intelligente, tussen aanhalingstekens, chatbox, een technische parasiet schuilgaat die data uit zijn gebruikers slurpt. Dus wees op uw hoede, we worden leeggezogen. Jos de Mul is emeritus hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zal ongeveer een uur spreken en daarna is er nog tijd voor wat vragen. Ik geef graag het woord aan Jos de Mul. Goedenavond, dames en heren. Het is altijd weer een groot genoegen om af te zakken van de meest noordelijke gemeente in Limburg, Molenhoek, gemeente Mokermiddelaar, langs de Maas naar Maastricht. En vandaag doe ik dat ter gelegenheid van mijn nieuwe boek, zoals door Rob zojuist al aangekondigd. Boek heeft heel veel verschillende onderwerpen, maar ze worden verbonden door het thema van de symbiose. Het boek bestaat uit twee delen. Een algemene inleiding in wat symbiose is en wat symbioseen is. En in het tweede deel komen een groot aantal verschijnselen. Rob noemde er al een aantal, zoals AI, maar ook films, romans, die allemaal handelen over dat verschijnsel symbiose. Ik zal in het eerste deel van mijn lezing algemeen iets zeggen over symbiose en symbioseen. En in het tweede deel zal ik focussen op één specifiek aspect, wat uit hoofdstuk 14 komt. Kunstmatige intelligentie en in het bijzonder
ChatGPT, en ik zal betogen dat ChatGPT een bijzondere vorm van symbiose is, namelijk één die parasitair genoemd kan worden. Maar om dat te kunnen uitleggen ga ik eerst in algemeen op het verschijnsel symbiose en symbioseen. De Grote Van Dalen geeft bij het trefwoord symbiose twee betekenissen. De eerste luidt het verschijnsel dat twee ongelijksoortige organismen leven op of in elkaar en tot wederzijds voordeel. En de tweede betekenis is het harmonisch met elkaar leven of met elkaar omgaan van groepen mensen die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Die definities kloppen, maar ze zijn eigenlijk wat te smal. Ze zijn wat breder. En ik hanteer zelf in mijn boek een driedeling. Drie typen symbiose. Intraspecifieke, dat wil zeggen tussen individuen van dezelfde soort. Nou, wij mensen bijvoorbeeld leven symbiotisch in die zin dat we samenleven. We zijn geen solitaire wezens. We leven samen en we werken ook samen. In de tweede plaats heb je interspecifieke symbiose. Dat is een symbiose, een samenleven, soms ook samenwerken tussen individuen van verschillende soorten. Het voorbeeld wat u hier ziet, de nijlkrokodil en de nijlplevier, is een klein vogeltje die de resten voedsel tussen de tanden van de krokodil pikt. Nou, dat is een goed voorbeeld van een symbiose, een samenleven en samenwerken. Want dat vogeltje krijgt op een gemakkelijke manier voedsel op die manier. En de krokodil, zijn gebit wordt schoongehouden. En daarom hapt hij niet. Misschien is dat best wel aantrekkelijk voor. Maar het voordeel voor de krokodil om zijn tanden schoon te laten maken is groter dan dat hele kleine hapje. Interspecifiek, dat heeft betrekking op verschillende soorten. Intraspecifiek ook, want heel veel verschillende wezens zijn intraspecifiek symbiotisch. Ik noem de mensen al, de Van Dalen noemt alleen mensen, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor veel insecten. Ik heb hier wat mieren afgebeeld. Bijen kun je aan denken, maar ook aan kuddes, vogels, vissen. Dat zijn allemaal soorten die symbiotisch leven. Ik voeg ook nog een derde categorie toe in mijn boek, extra specifiek. En dat zijn samenlevingsvormen tussen organismen en niet-levende dingen. Artefacten of natuurlijke elementen. U ziet hier een aapje dat een grote steen gebruikt om een noot kapot te maken, om bij het voedsel te komen in de noot. En dat is een voorbeeld van technisch gebruik en je kunt dat ook symbiotisch noemen. Ik zal daar straks nog kort op ingaan of je dat werkelijk symbiotisch mag noemen. Want symbiose betekent letterlijk samenleven. En die steen die leeft niet. Maar ik denk dat je toch op een bepaalde manier hier wel kunt spreken over een symbiose. Ik zal nog wat nader ingaan op dat begrip. En ik doe dat aan de hand van een foto die u misschien wel eens eerder bent tegengekomen. Dat is een foto gemaakt door Justin Hoffman. Dat is een duiker en natuurfotograaf. En die heeft in 2015 een eiland in Indonesië, tijdens een duikexpeditie een zeepaardje kwam hij onder water tegen. Met een waterstaafje tussen zijn staart geklemd. En hij maakte daar onmiddellijk een foto van. En hij stuurde die op voor de Wildlife Photographer of the Year competitie en won in dat jaar, en die prijs werd uitgereikt in 2016, de hoofdprijs. Hij merkte zelf op over die foto dat het eigenlijk een hele droevige foto is, omdat die foto staat voor de plastic vervuiling in de oceanen. Daar gaan enorme hoeveelheden plastic worden er dagelijks in de oceanen gegooid en zijn zelfs hele plastic eilanden onder water van samengeklonterd plastic. En dat is een van de grote ecologische problemen waar we mee kampen. Ik heb die foto echt ook gebruikt in mijn boek. Ik verwijs ook naar deze milieuproblematiek die vaak in verband wordt gebracht met het antropoceen, met het tijdvak van de mens, waarin de mens
heel dominant is op aarde en ook heel veel vervuiling en uitputting van natuurlijke grondstoffen met zich meebrengt. Maar ik probeer ook een lichtpuntje in deze foto te zien door te zeggen, nou, wat we hier ook zien is een heel ingenieus gebruik van dat zeepaardje, van dat wattenstaafje. Want zeepaardjes leven altijd aan de kustlijn en hebben last van eb en vloed. En ze kunnen heel slecht zwemmen. Ze hebben hele kleine vinnetjes. En ze worden heel makkelijk meegesleurd door het getijde en door de getijdenstromingen. En vaak gebruikt zo'n, traditioneel gebruikt zo'n zeepaardje dan zeegras of stukjes takjes die in het water in de branding liggen, om zich een beetje te kunnen manoeuvreren doorheen die stroming. Maar als er een wattenstaafje voorbij komt, dan gebruikt dat zeepaardje dat ook. Ik zal het zeepaardje als voorbeeld nemen om nog iets meer te zeggen over symbiose en de verschillende vormen die dat kan aannemen. Ik noemde al intraspecifiek. Twee individuen van dezelfde soort leven samen. Nou, dat tref je ook aan bij het zeepaardje. Het zeepaardje leeft grotendeels monogaam met een vaste partner. En dat is een vorm van intraspecifieke symbiose. Daar hebben ze allebei ook voordelen aan. En want ze kunnen zich beide op die manier voortplanten. Dus dat is een prettige manier van samenwerking. Het is trouwens wel een tamelijk geëmancipeerd dier. Want in dit geval is het mannetje degene die de jongen baart. Grootbrengt in de buik en baart. Dus dat is een. Tegenwoordig is er veel discussie over genders. Nou, hier zien we al een mooi voorbeeld dat genderrollen nou niet biologisch helemaal vastliggen. Hier zien we een ander mooi voorbeeld van symbiose, maar een interspecifieke, dat wil zeggen tussen twee verschillende organische soorten, namelijk tussen het zeepaardje en het zeegras. Het zeepaardje is net als een kameleon in staat om van kleur te veranderen, afhankelijk van de omstandigheden. En als het tussen het zeegras zit, dan neemt het een groene kleur aan om minder goed zichtbaar te zijn voor de predatoren, voor dieren die wel een zeepaardje een smakelijk hapje vinden. En in de derde plaats, die foto zag u al, extra specifiek treffen we hier ook aan bij het zeepaardje. Het maakt ook gebruik van en leeft tot op zekere hoogte samen met niet-organische, dat wil zeggen niet-organische dingen. In dit geval het waterstaafje, maar dat kunnen ook stenen zijn. Of, nou, u zult straks nog een aantal andere voorbeelden zien. Nu is het zo dat de vandalen ook wat beperkt is in de definitie door te zeggen een symbiose is een samenleven dat voor beide partners, en dat worden in de biologie vaak symbionten genoemd, dat voor beide symbionten voordelig is. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn in feite 6 verschillende soorten symbiose te onderscheiden. En u ziet ze hier in dit schema. En het belangrijke punt daarbij is, een symbiose kan voor een individu 3 verschillende vormen aannemen. Het kan voordelig zijn, het kan neutraal zijn, in de zin je leeft samen, je wint er niks mee, maar het is ook niet schadelijk. Of het is nadelig. Nou, je hebt 2 partners, dus dat betekent dat je een aantal mogelijkheden hebt. Het kan positief voor beide zijn, het kan positief voor de een zijn, neutraal voor de ander, of positief voor de een en schadelijk voor de ander. Nou, zo heb je 6 verschillende vormen. Ja, u ziet hier 9 vakjes, maar een aantal komen dubbel voor, omdat die gespiegeld zijn. Het kan voordelig zijn voor de een, nadelig voor de ander, maar dat kan ook andersom het geval zijn. Dus dat is eenzelfde soort relatie, alleen de soorten verschillen dan. Nu, ik ga nog even terug naar het zeepaardje en ik ga die verschillende vormen, want ik ga ze niet hier aan de hand van dit schema bespreken. Ik pik er een paar uit die voor mijn verdere verhaal van belang zijn. Dat voorbeeld wat ik al gaf, paardje zeepaarden, een mannetje en een vrouwtje, dat is intraspecifiek, het zijn 2 individuen van dezelfde soort. En het is mutualistisch in dit geval. Mutualistisch, dat wil zeggen voordelig voor beide. Want ze kunnen allebei zich op die manier voortplanten, dus het is een plus-plus, een win-win situatie. Je ziet echter ook dat er concurrentie bestaat tussen individuen van dezelfde soort.
En je kunt in dit geval denken, ze proberen een partner te vinden, maar ja, er zijn meer kapers op de kust. En datzelfde geldt ook voor voedsel. Ieder zeepaardje probeert zo voldoende voedsel binnen te krijgen, maar er zijn andere zeepaardjes die dat ook willen doen. En concurrentie is in feite een vorm van symbiose die nadelig is voor beide. Want zelfs als er één winnaar is, bijvoorbeeld het ene paardje lukt het om een partner te krijgen, de andere niet, dan kost dat toch heel veel energie. Je moet of vechten of je moet heel erg je best doen om de ander te veroveren en met voedsel idem dito. Zelfs als je de winnaar bent, kost het veel energie om te winnen. Dus in feite is concurrentie altijd nadelig voor beide, wel in verschillende mate. Nu, concurrentie bestaat er niet alleen tussen zeepaardjes onderling. Maar het voedsel wat het zeepaardje eet, wordt ook door andere dieren vaak gegeten. Dus er is ook concurrentie, interspecifiek, dat wil zeggen tussen individuen van verschillende soorten. Commensalisme is een vorm die, waarin de ene symbiont een voordeel heeft en voor de andere is het neutraal. En het voorbeeld wat we zagen met het zeegras, interspecifiek symbiose, die is commensalistisch. Dat wil zeggen, is voordelig voor het zeepaardje. En voor het gras levert het geen voordeel op, maar ook geen nadeel. En dus dat is een vorm. En dan heb je nog een vorm die ik eruit wil lichten, interspecifiek parasitisme. En dat zien we op deze, op deze runzenfoto. Een klein gezwel, een ontsteking in de ingewanden van het zeepaardje door een parasiet. Die parasiet dringt binnen en dat is voordelig voor de parasiet, maar nadelig voor de gastheer of de gastvrouw. Want die kunnen er ziek van worden of zelfs sterven. Nou, we hebben COVID nog niet zo lang geleden meegemaakt en we weten inmiddels wat er kan gebeuren als er een parasiet heerst onder ons. Goed, en dan tenslotte dat andere voorbeeld wat ik al noemde, extra specifiek comment. Sualisme, dat wil zeggen, in dit geval is het voordelig voor het zeepaardje om dat wattenstaafje te gebruiken als een soort roer, als een manoeuvreerstaafje. Voor het staafje maakt het niet zoveel uit. Misschien stel nu dat zeepaardjes heel veel van die wattenstaafjes gaan verzamelen, dat het ook voordelig is voor het wattenstaafje uiteindelijk. Maar ik ga er nu even vanuit dat het een eenmalig gebeuren is. Nu zult u misschien zeggen, ja, is dit echt wel een intentionele vorm van samenleven? In de zin, wil dat zeepaardje dat echt daadwerkelijk doen? Of grijpt hij gewoon het eerste, het beste wat langskomt? Of dat nu een graspriet is of een staafje? En is er helemaal geen opzettelijk gebruik van technische middelen? Nou ja, dat is lastig te achterhalen in wat er omgaat in zo'n zeepaardje. Maar laat ik een ander voorbeeld noemen. Ik vind het een heel grappig voorbeeld zelf. Ik weet niet of u dit herkent, dit beeld. Het heeft ook wel in kranten gestaan, maar dit is een nest van eksters. En dat is versterkt door antivogelpinnen. Dit is in Antwerpen. En bij het ziekenhuis in Antwerpen staat een boom waar dat nest gebouwd is door de eksters. Ze hebben veel last van vogels op die daken. En vandaar dat op het dak van het ziekenhuis daar talloze antivogelpinnen zitten. En wat nu die eksters gedaan hebben, die hebben veel van die pinnen van het dak gesloopt en gebruikt om hun nest anti-kraai te maken. Kraaiproef, want kraaien die eten vaak de eieren op van de eksters. En op deze manier hebben die eksters zich daartegen bewapend. En hier zie je dus heel duidelijk een vorm van een symbiose tussen de ekster en de antivogelspin, dat wel degelijk intentioneel is. Hè. Die vogels zijn heel slim en die denken, hé, dat kunnen we goed gebruiken om ons nest te versterken. Nu kun je nog steeds zeggen, ja, dat geloof ik nu wel, maar één van de twee symbionten hier is niet echt een symbiont, want die vogelpin, antivogelpin, leeft niet. En een symbiose zegt toch samenleven tussen twee organismen. Nou, ik rek het begrip dan wel wat op. En ik doe dat onder andere aan de hand van de filosofie van Bruno Latour, een filosoof. Die zegt, ja, je hebt allerlei
Je hebt organismen en niet-organismen, maar je hebt actanten. Dat zijn in feite actoren, zou je kunnen zeggen, die iets kunnen bewerkstelligen. En die kunnen levend of niet levend zijn. En een beroemd voorbeeld van hem is de verkeersdrempel. Je kunt zeggen, die verkeersdrempel leeft natuurlijk niet, is geen organisme. Maar het is wel een actant, zegt Bruno Latour. Want die verkeersdrempel die heeft invloed op het gedrag van de automobilist. Die zal afremmen bij zo'n verkeersdrempel. Misschien omdat die geappelleerd wordt aan zijn morele gevoelens. Dat je niet hard moet rijden. Misschien is hij bang dat zijn uitlaat er anders van onderuit gereden wordt. Hij zal in ieder geval onder invloed van die verkeersdrempel zijn gedrag veranderen. En het idee is dat symbionten hebben een invloed op het leven van de ander ook. En in dit geval ook al weet die verkeersdrempel niks en heeft hij geen gevoelens, et cetera. Het is een doods ding, een levenloos ding. Maar het heeft wel invloed op de symbiont waarmee hij samenleeft. Dus in die zin zal ik hier wel spreken van een symbiose. Alhoewel je dan moet weten dat het niet helemaal letterlijk is, de oorspronkelijke term, maar dat we hem iets verruimen. Maar het is wel een belangrijke vorm, want techniek, technisch gebruik van artefacten, die ook een invloed hebben op het organisme dat die artefacten gebruikt, dat is een heel veel voorkomend verschijnsel. Niet alleen bij mensen, niet alleen mensen zijn technisch, het geldt voor de meeste organismen, dat ze allerlei zaken gebruiken en daardoor ook veranderen. Ik zal vandaag vooral op die laatste relatie ingaan tussen organismen en levenloze dingen. En in het bijzonder technische artefacten zoals kunstmatige intelligentie. Maar ik zeg eerst nog een paar algemene dingen over die technosymbiose. Je ziet bij de mens heel duidelijk ook hoe die symbiose tussen mensen en stenen, want ik heb hier een aantal stenen werktuigen uit de oudheid, de stenen tijdperk getoond. Als je die ontwikkeling volgt, zie je dat die technische artefacten die worden steeds verfijnder. Eerst zijn ze heel grof, vervolgens worden ze steeds fijner. Uiteindelijk worden het zelfs scalpeltjes waarmee medische verrichtingen worden uitgevoerd. En het interessante is dat niet alleen die stenen werktuigen in de loop van de tijd veranderen, ook de mens verandert in diezelfde tijd, namelijk het hersenvolume van de mens neemt steeds verder toe. En die twee hangen ook nauw samen. Er wordt wel in de biologie gesproken hier van een co-evolutie, in de zin dat ze beïnvloeden elkaars evolutie, ze stimuleren elkaars evolutie. Hoe moet je dat zien? Nou, als je steeds betere werktuigen hebt, bijvoorbeeld voor de jacht, voor de mens betekent dat meer voedsel, meer vlees. En dat is van belang geweest ook voor de groei van de hersenen. En dat geeft veel eiwitten, et cetera. En dat heeft een biologische invloed. Omgekeerd, als die mens meer grotere hersenen krijgt, wat slimmer wordt, wat handiger wordt in het maken van werktuigen, dan zie je dat dat ook weer een invloed heeft op die stenen. Die stenen worden verfijnder. Nou, daardoor kan de mens weer beter zich handhaven in de wereld. En daar worden ze beide dus steeds beter van. Nu, in de geschiedenis van die technologie kun je ook weer een aantal fasen onderscheiden. Een hele grote fase. Je hebt natuurlijk talloze technieken die in de loop van de tijd ontstaan. Maar je kunt drie grote categorieën onderscheiden. De werktuigen. En je kunt zeggen, een algemeen techniek is het gebruiken van natuurkrachten om een bepaald doel te bereiken. Dus stel je wil een schilderijtje ophangen aan de muur. Dan heb je een spijker en een hamer. En je slaat die spijker in de muur om het schilderijtje op te hangen. Dat is je doel. En je gebruikt bepaalde krachten, kinetische krachten. Maar je hebt een extra iets nodig, omdat je met je hand die spijker niet in de muur kan slaan, gebruik je de hamer. Dus je gebruikt de natuurkrachten op een bepaalde specifieke, op een technische manier om een doel te bereiken. Het punt is dat je hier het zelf nog wel moet doen. De hamer gaat niet vanzelf hameren. Je moet dat doen. Het is een aanvulling van de mens, maar de mens moet nog zelf de activiteit verrichten. Het tweede grote stadium in de ontwikkeling van de techniek zijn de machines.
Bij machines is het zo dat de machine zelfstandig een bepaalde arbeid kan verrichten. Je moet er wel wat voor doen eerst, bijvoorbeeld bij de locomotief, de stoomlocomotief. Je moet kolen hebben, je moet die kolen aansteken, het water moet koken en daardoor kunnen de wielen aangedreven worden. Dus je moet het wel aanzetten, maar op het moment dat het gaat draaien kan de machine het zelf doen. Dus dat is al een kwalitatief verschillend stadium in de ontwikkeling van de techniek. En het derde stadium, en dat is het stadium waar we ons nu in bevinden, dat is het stadium van de automaten. En dat zijn machines, nog steeds, maar het zijn machines die op een bepaalde manier zelf kunnen interacteren ook met de omgeving. En daardoor hele verschillende taken kunnen uitvoeren, omdat ze geprogrammeerd zijn. Ze doen dat volgens een bepaald programma. En afhankelijk van dat programma kunnen ze uiteenlopende taken verrichten. Denk even aan uw smartphone, als u er één heeft. Ik vermoed van wel. Ik gaf een keer een lezing in Beijing voor ruim 1000 studenten. En toen vroeg ik wie van u heeft geen smartphone. En toen stak één student zijn hand op. En toen vroeg ik, was al nieuwsgierig, waarom niet? En toen zei hij, it's broken. Dus dat was nog geen eens een tegenvoorbeeld. Goed, automaten, afhankelijk van het programma kunnen ze heel veel verschillende dingen doen. Uw mobiele telefoon, u kunt ermee bellen, maar u kunt ook foto's nemen, u kunt websites raadplegen, u kunt als u wandelt een GPS-spoor volgen, et cetera, et cetera. Afhankelijk van het programma kan het dingen doen. En het kan dus op een zelfstandige manier, op een autonome manier interacteren met de omgeving. Ik heb thuis bijvoorbeeld een stofzuigerrobot en zo'n grote damschijf en die veegt zo het vuil op. Op het moment dat de stroom bijna op is, gaat hij zelf naar het stopcontact. En hij heeft ook geleerd waar dat is en laat zich dan zelf weer op en kan dan weer verder gaan. Goed, we zitten nu in het tijdperk van de automaten en ik zal in het tweede deel van mijn betoog in het specifiek ingaan op één bepaalde vorm van automatisme, van een automaat, namelijk ChatGPT, een kunstmatige intelligentieprogramma. Maar voordat ik dat doe, nog kort iets over die verstrengeling van natuur, cultuur en techniek. Dat is de ondertitel van het boek. Ik werd bij het schrijven van het boek geïnspireerd door het werk van een vrouwelijke biologe, Lynn Margulis. Zij heeft in de jaren 60, en dat was de tijd dat het neo-Darwinisme hoogtij vierde. En het neo-Darwinisme is een evolutietheorie, een theorie die ten aanzien van de evolutie zegt, de evolutie wordt geheel voortgedreven door concurrentie. Concurrentie tussen individuen en in die concurrentie winnen de best aangepaste en daardoor veranderen organismen in de loop van de tijd. Toen ik dat overzicht gaf van verschillende vormen van symbiose, kun je zeggen, ja, concurrentie is één vorm van symbiose, maar er zijn er meer. Hè? Ik heb gezegd, er zijn 6 vormen. En Lynn Margulis heeft steeds benadrukt in haar werk dat samenwerking minstens zo belangrijk is dan concurrentie, hè, dus een positief samenwerken. En sterker nog, haar theorie is dat de hele evolutie eigenlijk wordt voortgedreven door allerlei vormen van symbiose, van samenwerking. En haar theorie heeft ze in de jaren 60 naar voren gebracht, die werd aanvankelijk wat weggehoond. Het eerste artikel wat ze erover schreef werd door 15 tijdschriften geweigerd en uiteindelijk werd het geplaatst, maar inmiddels is die theorie algemeen aanvaard. En een voorbeeld wat zij onder andere onderzocht heeft, dat zijn kosmossen. En dat is een interessante vorm van symbiose, want wat je hier ziet is, een kosmos is in feite een symbiose tussen 2 verschillende organismen. Aan de ene kant een schimmel en aan de andere kant een groenwier. En soms een type bacterie, maar meestal zijn het groenwieren en schimmels samen. Nou is het interessante, dat zijn 2 verschillende organismen, maar de kosmos is een ander soort organisme. Het is geen andere soort,
Want het is een samenspel van twee soorten. Maar het is wel een ander soort, een ander type organisme. Het is geen... in de indeling van Linnaeus past het niet goed. Want het is een samenwerking die geleid heeft tot een nieuwe levensvorm. En die was heel erg belangrijk. Want het leven op aarde was aanvankelijk uitsluitend te vinden in de zee. En het is dankzij de kosmossen geweest. Dat was de eerste, het eerste organisme dat op het land kon leven. Dat op het land ging. Omdat het de mogelijkheid heeft om steen als het ware te verpulveren tot zand. En daardoor een aarde schiep waar landplanten zich konden ontwikkelen. En dus dat is een hele cruciale stap in de evolutie geweest. Dankzij een symbiose. En dat idee dat symbiosen de evolutie voordrijven, heeft zij verder uitgewerkt. En een meest spectaculaire vorm daarvan, en de meest fundamentele zou je kunnen zeggen, de meest omvattende, dat was de overgang van de prokaryotische cel naar de eukaryotische cel. Wat wil dat zeggen? Nou, ons lichaam bestaat uiteindelijk, als je het opdeelt, de meest elementaire deeltjes zijn de cellen. De cellen die wij hebben, en die alle meercellige dieren hebben, zijn eukaryoten. Dat zijn cellen die hebben een membraan en daarbinnen zitten allemaal organellen. Een kern, mitochondriën. Net zoals een lichaam organen heeft, heeft de cel ook organellen. Kleine onderdeeltjes die allemaal een eigen functie hebben. Nou zijn dat niet de enige cellen op aarde. Je hebt ook prokaryoten. En prokaryoten, dat zijn eencellige wezens. En die zijn een stuk simpeler. Ook in de zin, die hebben wel verschillende functies. Maar binnenin die prokaryoot is het een beetje een rommeltje. Er zit geen keurige onderverdeling en taakverdeling tussen organellen. Ze zijn veel simpeler. Nou, die prokaryoten, die zijn... dat is de eerste vorm van cellen die ontstaan is op aarde. Ongeveer 3,4 miljard jaar geleden. Nou, de aarde is ongeveer 5 miljard jaar oud, afgerond. En het duurde dus 1,5 miljard jaar. Daarvoor had je wel al organische moleculen, et cetera. Maar de eerste cellen ontstaan dan 3,4 miljard jaar geleden, prokaryoten. En dan duurt het nog een hele tijd, want... Pas 1,6 tot 1,8 miljard jaar geleden ontstaan die ingewikkeldere eukaryotische cellen. En het lange tijd was het een raadsel, hoe zijn die daar ineens gekomen? Hoe is dat mogelijk geweest? En de theorie van Markelis is de volgende. Ze zegt, wat er in feite gebeurd is, is dat één prokaryoot binnengedrongen is in een andere prokaryoot en zich daarin heeft genesteld. En dat was voordelig voor beide, want die prokaryoot die die andere cel binnendrong, die werd keurig beschermd door de membraan van die andere cel. En die prokaryoot die daar binnengedrongen was, die leverde bijvoorbeeld energie of andere diensten aan de cel. Dus het was ook voordelig voor de cel. En de mitochondriën bijvoorbeeld, dat zijn die organellen in de eukaryotische cel, die voor de energie zorgen voor de cel. Waardoor die cel ook veel meer kan doen. Hij heeft de arbeidsverdeling, maar heeft daar veel energie voor nodig. Al die verschillende functies. En wat je ook ziet, is dat die eukaryotische cellen, die gaan zich ook verder ontwikkelen en verschillende functies krijgen. Daarom heeft uw lichaam ook verschillende type cellen. U heeft botcellen, zenuwcellen, et cetera. Er zijn een heleboel type cellen, vele tientallen, honderden verschillende type cellen in uw lichaam die allemaal een specifieke functie vervullen. En vandaar ook dat die meer complexe organismen meercellig zijn. En ze hebben verschillende typen cellen nodig om al die functies te kunnen uitvoeren. Prokaryoten zijn altijd eencellig. Het zijn simpel. Dus de bacteriën zijn heel simpel. Dan hebben we ook nog virussen. Ja, dat zijn, die lijken wel een beetje op bacteriën, maar zijn nog veel kleiner en kunnen niet zichzelf voortplanten. Het zijn parasieten die altijd een ander organisme nodig hebben om zich te kunnen voortplanten. Denk even terug aan, COVID. Nu, als we nu kijken naar het leven op aarde, de verschillende rijken. Schimmels, planten, dieren,
ik noem maar even, de belangrijkste, de grote drie rijken, die bestaan allemaal uit eukaryotische cellen. Dus dat wil zeggen dat die symbiose tussen die twee prokaryoten, die pakweg 1,6, 1,8 miljard jaar geleden plaatsvond, die symbiose heeft ertoe geleid, die heeft geleid tot al die vormen van leven in het plantenrijk, dierenrijk, schimmels, dat we nu kennen. En dus je kunt hier werkelijk zeggen dat de symbiose hier de evolutie in een hele specifieke richting heeft gebracht. Het is je kunt moeilijk overschatten het belang van die symbiose. Goed, je kunt eigenlijk zeggen dat heel veel organismen in die zin, eukaryotische organismen, eigenlijk al symbionten zijn. Hè? Omdat uit symbionten samenstellen. Want uw cellen hebben ook bacterieel DNA. Want die mitochondrie die in die ene cel kwam, die heeft zijn eigen DNA behouden ook. Maar het gaat nog veel verder, want u heeft heel veel lichaamcellen, maar u heeft nog veel meer bacteriële cellen in uw lichaam. Bijvoorbeeld in uw ingewanden voor de spijsvertering, daar werken miljarden bacteriën samen met u. Ook weer voordelig voor beide, want die bacteriën helpen u uw voedsel te verteren en ze eten graag een hapje mee. En dus dat is ook voordelig voor die bacteriën, ze zitten lekker beschermd in uw ingewanden. Dus dat is een mooi voorbeeld ook van die samenwerking. Vandaar dat er tegenwoordig ook wel gesproken wordt dat eigenlijk alle organismen zijn polygenome organismen. Dat wil zeggen, het DNA wat erin zit, het genoom, bestaat eigenlijk uit het genoom van meerdere soorten. En want bent u nu mens of bent u nu een symbiont van mens en bacterie? Bent u eigenlijk niet alleen mens, maar meer dan een mens. U bent een samenstel, een samenspel, een symbiose van meerdere soorten. Lynn Margulis zei, ja, misschien kun je eigenlijk de hele aarde wel opvatten als één grote symbiont. En ze schreef een boek in 1998, Symbiotic Planet. De hele planeet is eigenlijk één grote symbiose. Nu was er in Engeland, Lynn Margulis komt uit de Verenigde Staten, in Engeland ook een wetenschapper, een chemicus, die ontdekt had dat ook in de atmosfeer in feite een soort feedbacksysteem is waar allerlei krachten op elkaar inwerken. En zij hebben samen de zogenaamde Gaia-hypothese ontwikkeld. En Gaia, een oud-Grieks woord voor moeder aarde, voor de godin die de aarde symboliseert, moeder aarde, Gaia en hun idee is dat je de aarde moet beschouwen als één groot organisme. Of eigenlijk gaat dat iets te ver. Je moet het niet te zeer verpersoneren. Je zou kunnen zeggen, je hebt heel veel organismen, maar die vormen samen een grote symbiont, een samenspel van organismen, dat als een soort thermostaat het leven op aarde in stand houdt. U heeft waarschijnlijk een thermostaat in uw huis. Die is zo afgesteld dat als de temperatuur boven een bepaalde temperatuur komt, dan schakelt hij de verwarming uit. En zakt hij onder een bepaalde waarde, dan wordt hij ingeschakeld. En daardoor blijft de warmte in uw huis tussen de ingestelde waarden. En dus als u zegt 19 graden, nou dan zo gauw je boven de 19 komt, gaat hij uit. Et cetera. En de aarde, dat is de Gaia-hypothese, werkt op dezelfde manier. Goed, die Gaia-hypothese die is aanvankelijk, net als het eerdere werk van Lynn Margulis, ook met wat skepsis bejegend. Maar tegenwoordig is het zo dat eigenlijk in de ecologische wetenschappen, maar ook in de aardwetenschappen, die these wel algemeen wordt aanvaard. En niet dat het een soort superorganisme is, een levende, zoals de Griekse godin. Maar het is een complex systeem dat door feedbackmechanismen wordt gereguleerd. En
natuurlijk ook kwetsbaar is als je bepaalde zaken... en je kunt denken aan bijvoorbeeld broeikasgassen... die maken dat de aarde steeds warmer wordt... en dat dat feedbackmechanisme niet goed meer werkt. Ja, omdat als een bepaalde hoeveelheid broeistofgassen te groot wordt... dan raakt het uit evenwicht, dan raakt de aarde uit evenwicht. En dat is iets... Nou, we hoeven maar het weerbericht tegenwoordig te beluisteren... en over overstromingen, bosbranden, et cetera, om te zien... dat het evenwicht hier en daar goed zoek is, aan het, zoek is geworden. Goed, dan afgelopen jaren zijn er ook diverse boeken verschenen... die aanknopen bij dat werk van Lynn Margulis en Lovelock, sorry... bijvoorbeeld het boek van Bruno Latour, ik noemde hem eerder al, In het aangezicht van Gaia, dat is geloof ik de Nederlandse titel, oorspronkelijk Frans. Staying with the Trouble van Donna Haraway. En ook het boek van Glenn Albrecht, Earth Emotions, waarin hij het begrip symbioseen introduceert. En ik vind dat wel een heel mooie vondst, dat woord. En ik heb dat in mijn boek ook overgenomen, alhoewel ik het wat anders invul... dan Glenn Albrecht dat doet. Want Glenn Albrecht zegt... we zitten nu in het antropoceen... Hè, waarin de mens in feite domineert op aarde... en heel veel ellende veroorzaakt. En we moeten naar het symbioceen toe. Hij zegt, ik schrijf voor de generatie symbioceen. Maar dat is een beetje een gekke stelling eigenlijk... omdat als je Lynn Margulis serieus neemt, moet je zeggen... de aarde is eigenlijk altijd al een symbioceen geweest... Alleen wat wij nu antropoceen noemen is een symbioceen wat uit evenwicht is geraakt. Dus mijn stelling in het boek is, de aarde is altijd al een symbioceen geweest. En ik heb maar geen lange citaten, dat is altijd, werkt nooit zo goed in een presentatie. Maar ik wil één citaat u toch niet onthouden uit dat boek Symbiotic Planet. En waarin zij... heel expliciet zegt in dit, op pagina 149, het leven op de planeet Aarde, ik heb het hier even vet gemaakt, bestaat al minstens 3 miljard jaar. In feite, 3,4 hebben we gezegd, maar minstens 3 miljard jaar. Gaia is zelf geen organisme, zegt ze, maar het is een emergent verschijnsel. Het is in die zin, het is een symbiose van een heleboel verschillende organismen. En Gaia is niet, je moet dat niet zien als een soort liefelijke moeder in alle opzichten, want Gaia verslindt ook voortdurend haar eigen voortbrengselen. En de natuur brengt heel veel nieuwe organismen, heel veel nieuwe soorten, et cetera, individuen en soorten voort. Maar in het proces van het leven gaan die ook allemaal weer ten onder. En zij zegt, Gaia is a tough bitch. Een woeste teef. En in de recensie van het boek Symbiotic Planet, van Arnold Heumakers in de NRC, gebruikte hij een mooi Nederlandse woordspeling. Hij zei, ja, het is niet zozeer moeder aarde Gaia, maar vaak ook een loeder aarde. Een loeder die haar eigen kinderen opeet. En want ook samenwerking is belangrijk... maar er is ook concurrentie en er is ook parasitisme. En dat vinden we niet alleen onder organismen, maar ook bij technische artefacten. En dat brengt me bij ChatGPT. Want mijn stelling is dat ChatGPT beschouwd kan worden als een vorm van parasitisme. Ik zal dat u proberen duidelijk te maken in dit deel van mijn lezing. Even terug naar die indelingen die we gemaakt hebben. ChatGPT, het is een kunstmatige intelligentie. Het is extra specifiek, een vorm van extra specifieke symbiose tussen mensen en dingen, in dit geval computers. Het is parasitair, dat is mijn stelling. En ChatGPT is parasitair ook omdat het zich anders voordoet. Het is in feite ook een bedrieglijke technologie en daarom... dat ik ook als titel had genomen van mijn lezing, Cheat GPT. Nu, wie van u gebruikt wel eens ChatGPT? Ja, nou, dat zijn er al heel wat.
Ik weet niet of u goed op de hoogte bent van de, wat er achter het beeldscherm allemaal plaatsvindt. Maar ik zal voor degenen die daar niet heel goed in thuis zijn, heel kort even uiteenzetten wat ChatGPT is. Nou, het is een begrip die GPT is een afkorting van drie aspecten van een chatbot. Het is in eerste instantie een chatbot die gebruik maakt van generatieve kunstmatige intelligentie in de vorm van een getraind taalmodel en een transformer. Nou, ik ga op ieder van die vier punten heel kort in. Het is een chatbox in de zin dat je, als je hem gebruikt, je hebt er ook een vorm, een app voor een mobiele telefoon. Ik heb hier even getoond de interface als u het opzoekt op het World Wide Web. Dan ziet u een beeldscherm en daar wordt gevraagd om iets in te vullen bij de prompt. U kunt daar een vraag stellen. Er zijn ook een aantal voorbeelden. Je kunt een plot van een roman kun je laten maken of van een film. Je kunt een videogame. Je kunt een fout in een computerprogramma laten verbeteren. Je kunt de wetenschappelijke theorie uitleg vragen om uitleg daarover. Of praktische adviezen over je maaltijd, je gezondheid, tuinonderhoud, et cetera, et cetera. Je vult die vraag in en je krijgt een keurig antwoord. Nou, als filosoof stelde ik de vraag, kun je de theorie van Kant in 5 zinnen uitleggen aan mij? Nou, dat deed ChatGPT helemaal niet zo slecht eigenlijk. U ziet hier, ja, het is denk ik iets te klein. Kunt u het lezen of niet misschien? Ik kreeg de instructie mee om te zorgen dat alle letters minimaal .24 op mijn PowerPoint waren. Anders zou de zaal het niet kunnen lezen. Maar dit is een plaatje wat ik van het internet, een screenshot, waardoor ik het niet zo groot kon maken. Maar in ieder geval, voor degenen die het gebruiken, er zijn velen van u, er zijn talloze goede toepassingen. En heel veel leerlingen en studenten maken er ook dankbaar gebruik van bij het maken van hun opdrachten op school of universiteit. Goed, dus het is een vorm van een chat. Het lijkt alsof je met iemand aan het chatten bent. Je vraagt iets en je ziet ook de letters langzaam verschijnen. Het lijkt alsof iemand terug aan het typen is. En dat is een eerste vorm, zou je kunnen zeggen, van misleiding. Want dat is niet werkelijk wat er gebeurt. Want het is een generatieve vorm van, oh ja, hier ziet u, misschien kunt u het nu wel iets beter lezen, de samenvatting van Immanuel Kant. Nou, ik zal er niet op ingaan, maar die is helemaal niet zo slecht. Het is een generatief model. Dat wil zeggen, het is een vorm van statistiek waarbij de waarschijnlijkheid wordt berekend dat bepaalde elementen tegelijkertijd optreden. En dat kan op allerlei verschillende data kan dat toegepast worden. Maar bij ChatGPT gaat het met name over taaldata, dus letters en woorden. Het is dus een statistisch programma dat de waarschijnlijkheid uitrekent dat bij een bepaalde vraag welke antwoord je daar krijgt. En het meest waarschijnlijke of uit de meest waarschijnlijke die er zijn, wordt at random een bepaald antwoord wordt gegeven. Nou, dat klinkt nog tamelijk abstract, maar laat ik eerst een voorloper nemen die heel makkelijk te begrijpen nog is. De autocomplete op je mobiele telefoon. Word completion. Als je een bepaald woord intypt, dan krijg je vaak al suggesties voor de rest van het woord en dan hoef je het alleen maar aan te klikken en dan hoef je niet alle letters in te tikken. Of als je een typfout maakt, dat het correcte woord aangeeft. Dus als ik kapu intik, dat heb ik hier gedaan als voorbeeld, dan krijg je daaronder staat cappuccino, capture en campus. Dat is interessant, want cappuccino, dat klopt, heel waarschijnlijk dat die letters gaan volgen. Maar capture is al interessanter, omdat daar het programma ervan uitgaat dat je misschien een tikfout hebt gemaakt. Dat die tweede P, dat een T had moeten zijn. Dus het geeft zowel een aanvulling op het woord wat je gedeeltelijk al gedaan hebt, of een correctie wanneer het denkt dat die kans groter is dan dat je cappuccino wilde gaan intikken. Nou,
Als we nu kijken naar Google Search, dan zie je dat daar in feite iets vergelijkbaars gebeurt. Maar het gaat al een stuk verder. Als ik in Google Search Parijs intik, dan krijg je niet alleen hoofdstad van Frankrijk, maar ook allerlei andere mogelijke antwoorden. Bijvoorbeeld de treinen naar... of hier staat ook, dit is recent, de Olympische Spelen. Allerlei aspecten, de hotels in Parijs. Allerlei mogelijkheden die mensen zoeken op het moment dat ze het woord Parijs intikken. Dus dat gaat al verder dan louter het aanvullen van woorden. Hier wordt in feite al een hele vraag aangevuld. En wat ChatGPT nu doet, is in feite dat nog een stap verder brengen. Want ChatGPT gebruikt enorm veel data om tot de resultaten te kunnen komen waar dat programma toe in staat is. Het gaat om miljarden en miljarden woorden die uit het internet afkomstig zijn, uit grote datasets die je kunt aankopen of die beschikbaar zijn. Denk aan Wikipedia, wordt helemaal leeggezogen door ChatGPT. Dus miljarden woorden. En voor ChatGPT 3.5, de eerste versie die algemeen beschikbaar werd gesteld, waren 285.000 computers, processors nodig om te berekenen, die statistische berekeningen te doen, om uit te maken welk antwoord, als je vraagt, leg mij de filosofie van Kant uit in 5 zinnen, om tot een goed antwoord te komen. Dat is heel bijzonder knap om dat te kunnen doen. En een van de redenen dat dat gelukt is, want men was al heel lang bezig natuurlijk met AI, al minstens vanaf de jaren 50, was dat er ook een specifieke aanvulling is ontwikkeld, de Transformer, die werkt met wat wel wordt genoemd een attentiemechanisme, in de zin dat hij niet alle woorden bekijkt, maar de meest relevante. Hoe dat precies technisch werkt, ga ik nu niet op in. En wat ook minstens zo belangrijk is, dat het parallel werkt. Normaal werken computers serieel, dat je één voor één de stapjes doet, maar dankzij die Transformer werkt ChatGPT parallel. En je ziet hier een schematische voorstelling rechts van hoe dat. Het zijn nog veel meer parallele wegen, maar hier gesimplificeerd weergegeven hoe dat algoritme werkt, dat programma werkt. Nou, dus zoals gezegd, dit is mogelijk geworden dankzij die slimme algoritme, maar ook omdat de computers natuurlijk veel sneller zijn geworden de afgelopen decennia. En er zijn ook veel meer data beschikbaar. Hè. Zeker de laatste 10 jaar, hè, met de opkomst van de sociale media en het groot worden van Google en dergelijke, en ook Wikipedia, dat soort programma's, zijn er miljarden en miljarden data, woorddata, beschikbaar gekomen. En dan nog duurt het vele maanden voordat zo'n taalmodel, zoals ze dat noemen, getraind is om goed te kunnen werken. Goed, het is heel snel gegaan in eind 2022 is het geïntroduceerd, 3.5. In januari waren er al 180 miljoen gebruikers, waaronder ruim 100, schat ik ongeveer in, van de aanwezigen hier. Niet iedereen stak zijn vinger op, maar toch een flink deel. Die bezochten met elkaar 1,6 miljard keer ChatGPT. Ik zal niet heel uitvoerig op de ontwikkelingen doorgaan, maar al heel snel kwam er ook een visuele variant. Dus dan kun je zeggen, maak een schilderij van Wilders in de stijl van Van Gogh. Krijg je binnen de kortste keren gegeven. Je kunt ook muziek laten componeren. Je kunt een bekend popnummer van nu nemen en zeggen, vorm dat om tot een sonate van Mozart. Dan krijg je dat. In februari van dit jaar, met Sora, is er zelfs een filmgenerator gekomen, waar je kunt zeggen, maak een film van 10 minuten over dat en dat onderwerp. En dan krijg je een heel realistisch filmpje voorgeschoteld. Inmiddels
In september, dus nu, ik heb even nagekeken, heb je 4 varianten. 3.5 is er niet meer, je hebt verschillende vormen van 4.0. Hier zie je ook al iets bedrieglijks, het heet OpenAI. En dat wil zeggen voor iedereen gratis te gebruiken, maar vanaf ChatGPT 4 moet je al $25 per maand betalen om het te mogen gebruiken. Dat is nogal een gratis versie, maar die, die heeft heel veel beperkingen. En na een paar zoekopdrachten zegt hij, nou probeert u het morgen om 8 uur weer eens, want uw quantum is op. Goed, dus ja, upgrade je plan. ChatGPT, OpenAI, is niet het enige bedrijf natuurlijk, want het is een beetje de gouden graal van de AI geworden de afgelopen 2 jaar. En ook Elon Musk, Google, Amazon, oh Jeff Bezos moet dat zijn, dat is weggevallen. Google, al die grote big tech ondernemingen hebben zich op AI gestort. En zelfs de plaatselijke bakker, die zal niet nalaten als het mogelijk is om te zeggen dat zijn brood door AI beter is geworden. Het is een soort gouden graal. Als je AI gebruikt, wordt alles veel beter. Maar je kunt je afvragen of dat werkelijk zo is. Want er zijn een aantal grote problemen met ChatGPT. En dat is de reden waarom ik het ChatGPT noem. Nou, in eerste plaats, het heet kunstmatige intelligentie, maar het is niet intelligent. Het is in feite niet intelligent zoals mensen dat zijn, maar ook niet zoals dolfijnen dat zijn en zelfs niet zoals bacteriën dat zijn. Want het is eigenlijk niet meer dan een stochastische papegaai. Ik vond het wel een mooi begrip door Emily Bender, een kunstmatige intelligentiespecialist, gemunt begrip. Het is een stochastische papegaai, stochastic parrot. Waarom? Omdat het niks anders doet dan napraten zonder dat het kennis van zaken heeft. Het husselt de woorden door elkaar volgens louter statistische criteria. Het is dus waarschijnlijkheid waarop die letters naar elkaar komen. Maar wat het betekent of wat je ermee kunt doen, daar weet ChatGPT helemaal niets van. En je zou kunnen zeggen, het is een louter syntactische machine. Dat wil zeggen, het zet letters om in getallen en die worden uitgevoerd als statistische voorspellingen. Het meest waarschijnlijke volgende woord. En stel, laten we een voorbeeld nemen. Het gaat vandaag, nou, wat is er? Wat zou er kunnen volgen? Nou, bijvoorbeeld regenen. Afhankelijk van de context kan dat op een bepaald moment het meest waarschijnlijke zijn. Nou, dat is de syntax, de letters. De herordening van letters, zodat dat antwoord regenen, of die aanvulling regenen hier komt. Dat is syntactische informatie. Maar intelligent gedrag vereist ook dat je met behulp van die informatie iets kan doen. En dat het ook een bepaalde betekenis heeft. Dus als ik in de krant lees, het gaat vandaag regenen, dan heb ik daar een bepaalde, dan hecht ik daar een bepaalde betekenis aan. Namelijk dat er nattigheid van boven naar beneden komt. En ik ga mijn handelen daarop aanpassen, bijvoorbeeld door een paraplu mee te nemen als ik naar buiten ga. En dat is de pragmatiek, het handelen, en de semantiek, de betekenis. Nou, een computer, zoals we die nu kennen, kent alleen een syntactische laag of syntactische informatie. En kan niet handelen en geeft geen betekenis. Nu zou je kunnen zeggen, ja, er zit wel een bepaalde ontwikkeling in. Ook als je naar techniek kijkt, binnen automaten, de computer kan helemaal niks doen met die informatie. Of hoogstens, als je randapparatuur eraan knoopt, bijvoorbeeld een printer, kan het wat doen als je die opdracht geeft. Maar neem je nu die stofzuigerrobot, die is eigenlijk al iets slimmer, zou je kunnen zeggen, want die kan niet alleen de syntactische informatie herordenen, maar kan ook handelen op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld naar het stopcontact gaan als de stroom op is. En dus daar zie je al, in die zin zijn robots zijn intelligenter dan computers, zou je kunnen zeggen. Daarom denk ik dat robotica ook de meest interessante tak van AI is op dit moment.
Ja, pragmatiek in de zin van doelbewust handelen, dat zien we alleen bij organismen. En zelfs de meest geavanceerde schaakcomputer zal nooit 's morgens opstaan en denken, ha, ik ga mijn tegenstander vandaag ook weer verslaan. Nee. Hij moet aangezet worden en dan kan hij zijn programma afdraaien, maar wil niks, wenst niks. Dieren doen dat wel. Dieren doen dat wel. Zelfs een bacterie, hè, als je hem in een waterige oplossing stopt en wat suiker er aan toevoegt, zal die bacterie in de richting van de suiker gaan, omdat dat lekker is. Hè, omdat dat voedsel is. Dus die bacterie kan doelbewust handelen. Dat is essentieel voor leven en voor intelligent leven. En de mens kan ook doelbewust handelen, maar ook nog zelfbewust zijn. In de zin dat je weet, oh, als ik naar buiten ga en er is een kans om te gaan regenen, dan neem ik mijn paraplu mee. Dat is weer een stapje verder. En eigenlijk moet je, ook al vond ik dat stochastic parrot, hè, die napratende papegaai, wel een heel leuke woordspeling, eigenlijk doet hij tekort aan de papegaai. Want die papegaai is veel intelligenter dan ChatGPT. He, want is niet alleen in staat tot doelgericht handelen, maar papegaai is ook intelligent dat hij ook bepaalde betekenissen kent. He, het is niet zo dat hij alleen maar kopiekrouw nabouwt, maar als je bijvoorbeeld zegt kopiekrouw, zal hij misschien kopje al opzij doen, omdat je weet dat hij gekroeld gaat worden en dat prettig vindt. He, dus de papegaai is al ook in die zin intelligent. Goed, dus in de eerste plaats was mijn bezwaar, ChatGPT zegt wel dat het intelligent is, maar het is niet werkelijk intelligent. En het punt is, ik loop nu even vooruit al richting conclusie, dat enkel de combinatie van mens en ChatGPT is intelligent. Het is een goed hulpmiddel, het kan je helpen, maar op zich genomen is het geen kunstmatige intelligentie. Het is net zo min als je kunt zeggen dat een boek intelligent is. Maar in combinatie een mens en een boek kan intelligenter zijn dan een mens zonder boek. En dat is bij ChatGPT ook. Kunstmatige intelligentie is misleidend. Maar het is niet alleen dat het misleidend is, het is ook gevaarlijk. Want ChatGPT kan, omdat het niet echt intelligent is, ook allerlei fouten maken. Volgens een studie uit 2023, dus vorig jaar, bleek dat toen is men antwoorden van ChatGPT op medische vragen gaan onderzoeken. En daar staan dan vaak ook verwijzingen naar medische literatuur in. Daar bleek dat van de 115 verwijzingen die ze aangetroffen hadden, 47% verzonnen was. 46% authentiek, maar inaccuraat. En slechts 7% authentiek en accuraat. Nou, dat is een hele bedroevende score. Een student, als een student zo scoort, dan hoef je geen diploma te verwachten. Dat wordt wel hallucineren genoemd van het programma. Hallucineren. Nou, daar is een psychiater ontzettend boos over geworden. Hij zei, ja, dat is geen hallucineren, dat is een valsheid in geschriften bijna, in feite. Want het wordt als waar verkocht door ChatGPT, maar dat is het helemaal niet. Het gaat om verzinsels en vervalsingen. Hoe komt dat? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Nou, in de eerste plaats, alles hangt af natuurlijk van de correctheid van de data die je invoert. En dat is een soort stelregel in de data science. Garbage in, garbage out. Hè. Als je vuilnis erin gooit, komt er ook weer vuilnis uit. En ChatGPT haalt haar data ook van het internet. Nou, weet u waarschijnlijk ook wel dat niet alles op het internet geloofwaardig is. En daar staan allerlei vreemde complottheorieën, onwaarheden, et cetera, et cetera. Die gaan ook allemaal het programma in en die komen er ook weer uit als antwoorden op de vragen die u stelt. En dus, en ook allerlei sociaal onwenselijke uitingen, bijvoorbeeld allerlei racistische of seksistische praat, die wordt ook weer keurig gereproduceerd door ChatGPT. Nou, garbage in, garbage out. Maar het is nog erger, want de training versterkt die bias nog. Door de training, als een bepaalde uitslag eruit komt, dan is de waarschijnlijkheid groot dat die opnieuw komt en zal daarna gezocht worden. Laat ik een voorbeeld geven, een andere AI, predictive policing. Stel dat de politie in Maastricht gaat zeggen, nou, we gaan
AI inzetten en we doen het als volgt. We gaan alle statistieken nakijken over criminaliteit in Maastricht. En dan zien we dat in deze week vinden 's nachts meer inbraken plaats dan in alle andere wijken. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we 's nachts meer politie sturen naar die wijk. Wat gebeurt er dan? Dan worden de boeven gevangen. Ja, want als je meer politie daar hebt, is de kans groter dat ze gepakt worden. Die gegevens gaan in de statistieken. De volgende dag keek de burgemeester, of degene die erover gaat, en zei: jeetje, het is nog gevaarlijker geworden, nog meer criminaliteit in die wijk, nog meer politie. Nou, dat wordt een self-fulfilling prophecy. Ja, dus in die zin, foutieve antwoorden en vooroordelen worden versterkt door het programma. En ook nog een probleem is, neurale netwerken worden door niemand begrepen, ook de ontwerpers niet. Het zijn black boxes. Dus het is heel moeilijk om fouten op te sporen. En veel teksten die ChatGPT genereert, komen via het internet ook weer terug in het systeem. Die worden weer opgelezen. Ook in die zin krijg je een accumulatie van foutieve en onzinnige antwoorden. Dus taalmodellen door die feedbackmechanismen worden niet steeds slimmer, maar worden steeds dommer. En vandaar ook dat ChatGPT op een 4 op een aantal opdrachten slechter scoort als 3.5. Ook al is het een meer geavanceerd model. Goed, en dan nog de opzettelijke misleiding. Ik noemde al even dat het een soort bedriegerij is, dat het lijkt alsof je met iemand chat. En in dat opzicht doet het heel erg denken aan de Turing-test. Ik weet niet of u die kent. Die is in 1950 geïntroduceerd door Alan Turing, een wiskundige en uitvinder van artificial intelligence. En die wilde weten, hoe kunnen we eruit maken of een bepaald programma intelligent is of niet. En hij zei, dat is heel lastig, want geleerden zijn het er niet over eens wat intelligentie nu precies is. Maar zegt hij, we kunnen op een andere manier kunnen het aanpakken. Hè. Behavioristisch wordt dat ook wel genoemd in psychologische termen. We kunnen kijken of het de indruk maakt of het intelligent is. Dus wat was de test? Hij zegt, nou, wat je doet, en hij was eigenlijk geïnspireerd door een gezelschapsspel. Dat heette de Imitation Game. Tijdens parties in de jaren 30 deed men dat wel. Dan stuurde men een man en een vrouw buiten de kamer. Die werden A en B genoemd, maar er werd niet gezegd of de man A of B was en de vrouw A of B. En ze kregen allebei een opdracht mee. De vrouw moest alle vragen waarheidsgetrouw beantwoorden en de man moest proberen de ondervrager te misleiden. Dus als je vroeg, ben jij de vrouw? Dan zou de vrouw zeggen ja. En de man zou zeggen ja. Dus nou, dat is niet een goede vraag om erachter te komen wie de man en wie de vrouw is. Dus je moet hele slimme vragen stellen om erachter te komen. Turing nam dat idee over en zei, we gaan nou niet een man en een vrouw, maar een mens en een computerprogramma. En dan mag je een vraag stellen en dan kun je ook weer precies hetzelfde. De mens moet de waarheid vertellen, de machine mag bedriegen. Dus als je vraagt, ben jij de mens of de machine? Dan zal de mens zeggen, ik ben de mens. De machine zal zeggen, ik ben de mens. Dus je moet slimme vragen bedenken om erachter te komen. Dat is de Turing-test. Nou is het interessante dat Turing in dat artikel uit 1950 schrijft, eigenlijk is dit geen test voor intelligentie. Het is een test voor intelligent misleiden. En dat bleek heel erg, het was een hele slimme kerel eigenlijk, die Turing. Want hij zei, ik denk dat, hij had ook gezegd, die test, je slaagt voor de tekst als een computerprogramma gedurende 5 minuten 70% van de mensen beter kan doen geloven dat het een intelligent mens is. 5 minuten, oké. Okay. En hij zei, ik denk dat het ongeveer 50 jaar zal duren voordat dat het programma gaat lukken. Nou, het zei hij in 1950, dus hij dacht 2000. Nou, de eerste AI die geslaagd is voor die test was in 2013. Nou, 63 jaar, dus dat was helemaal niet zo'n slechte voorspelling. En dat was 2013. Maar dat was een enorm krakeel, want er was heel veel protest tegen. Want die AI die stelde zich voor als een het was een Russisch programma, nota bene, moet je je voorstellen. Die stelde zich voor als een Oekraïense jongen van 13 jaar. Je mocht Engels met hem communiceren, maar ja, een Oekraïense jongen is geen native speaker, dus dat Engels niet helemaal perfect was, dat neem je dan voor lief natuurlijk.
En een jongen van 13 jaar heeft natuurlijk nog niet zo heel veel kennis. Als je ingewikkelde vragen stelt, wat is de hoofdstad van Venezuela? Ja, een jongen van 13, misschien ook een volwassene niet, maar een jongen van 13 zal dat helemaal niet zo snel weten natuurlijk. Dus er werd gezegd, het is vals gespeeld. Het is vals gespeeld door die Russen. En eigenlijk heeft hij de test helemaal niet doorstaan. Maar ze hadden precies gedaan wat Turing in feite zei. Op een goede manier misleiden. Was heel knap natuurlijk om dit te bedenken. Om zo de anderen te misleiden. En op dezelfde manier doet ook ChatGPT doet dat. Het is dus een vorm van misleiding. Je denkt met een intelligente entiteit te maken te hebben. Eigenlijk bijna menselijk. Hè. Je gaat er mee om alsof het een mens is. En dat zie je bij heel veel AI's. Hè. Weizenbaum in de jaren 60 maakte een therapeutisch programma. Wat eigenlijk altijd je vragen weerspiegelde. Dan kon je intikken van, ja, mijn moeder haat mij. En dan zei je, ja, waarom haat je moeder jou? En dus op die manier was simpel te programmeren. Nou, Weizenbaum schrok zich een aap, want zijn secretaresse had hij het programma ook gegeven. En die deed na een dag al de deur dicht. Omdat ze de intieme gesprekken met het programma in feite niet wilde delen met anderen. Je gaat ermee om alsof het een mens is. Je wordt meegezogen in die interactie. Goed, dat is één probleem. Maar waar het ook schadelijk is en parasitair is, dat de ecologische voetafdruk van ChatGPT is enorm. De training vereist 1,3 gigawattuur aan elektriciteit, wat gelijk staat aan 121 huishoudens in Amerika. Voor zo'n taalmodel te trainen is 700.000 liter water nodig. Je moet namelijk al die processoren koelen, want die worden ontzettend heet. Dus is ongeveer dezelfde hoeveelheid als in een koeltoren van een kernreactor. 502 ton CO2 uitstoot, equivalent van 110 Amerikaanse auto's in een jaar. En een vraag aan ChatGPT, als je ChatGPT vraagt wat is de hoofdstad van Frankrijk, dan krijg je antwoord Parijs en dat verbruikt 25 keer zoveel energie als wanneer je dat aan Google vraagt. En ChatGPT is een veel complexer programma, veel meer energie om het te maken. En dan verder, ik noemde het al even, allerlei vooroordelen die naar voren komen. In 2016 had Microsoft haar eerste intelligente chatbox, Tai. En die werd gepresenteerd als een jongvolwassen Amerikaanse vrouw. En dat was een open taalmodel in de zin dat onmiddellijk zonder moderatie de input van de gebruikers in het taalmodel werden opgenomen. Nou, binnen 24 uur, 16 uur om precies te zijn, moest Microsoft de stekker er al uittrekken, omdat ze allerlei nazistische, racistische en seksistische taal begonnen uit te slaan. Dus vandaar dat nu. Google Foto is ook zo'n mooi voorbeeld, ook hetzelfde jaar. Detecte mensen met een donkere huid als gorilla's. Nou, daar werd ook onmiddellijk tegen geprotesteerd natuurlijk. En ze losten het toen op, quote unquote, door de term gorilla uit het model te halen. Nou, dat is ook niet echt een oplossing natuurlijk. Het is op zijn best een workaround, zou je dat kunnen noemen. Wat het ook doet, is parasiteren op mensen. En dat is mijn concluderende opmerking. Het taalmodel wordt door mensen gevuld. Want al die teksten die we krijgen, die zijn eerst door mensen ingevoerd. Vaak niet eens bewust, want ChatGPT rooft in feite al die, de makers van ChatGPT, al die teksten. Heel vaak worden allerlei copyrights worden overtreden door volledig inladen van hele databestanden. Ook van publieke. Bijvoorbeeld Wikipedia is een gemeenschapsproject. Iedereen werkt eraan mee. Dat is geen commercieel bedrijf. De hele inhoud van Wikipedia zit in die modellen. Er wordt geen cent voor betaald. Maar ook schrijvers, boeken, literatuur, wetenschappelijke teksten. Alles wordt binnengezogen. En sinds die problematische gevallen van racisme en dergelijke worden tegenwoordig ook gemodereerd. OpenAI gebruikte daarvoor personeel in Kenia. En die mochten zich een trauma corrigeren in al die teksten voor $2 per uur.
Hè, dus er is ook nog een gigantische uitbuiting door ChatGPT, terwijl daar de makers enorm rijk van werden. Gold dat niet voor hun ingehuurde krachten. Dus mijn conclusie was, het is parasitisme. Het parasiteert op data, het parasiteert vooral op mensen, want die data zijn geproduceerd door mensen. En je kunt zeggen, ja, het is ook een vorm van amensalisme kan het zijn, want amensalisme, dat zijn symbiosen waar de ene symbiont is het neutraal, maar voor de andere dodelijk of nadelig. Dus bij een parasiet is nog iets anders. Parasiet heeft voordeel, maar je hebt er ook, bijvoorbeeld arsenicum zou je kunnen zeggen, is in die zin, arsenicum heeft er geen voordeel aan als u het slikt, maar u heeft een groot nadeel, want u kunt er aan doodgaan. Nou, en dat geldt ook voor veel van de informatie van ChatGPT. Het kan op allerlei vormen nadelig zijn, ook al is het voor de data zelf is het neutraal. En het kan ook concurrentie betekenen natuurlijk, ook in die zin nadelig. Want heel veel mensen verliezen hun banen door ChatGPT. Denk aan vertalers bijvoorbeeld. Vertalers die, dat was vorige week nog op het nieuws, ik weet niet of u het gezien hebt. Het is een uitstervend beroep, want waar een vertaler een paar dagen bezig is met een tekst, doet ChatGPT dat in een paar seconden. Het is niet helemaal correct, maar tegenwoordig is het vrij adequaat. Dus ik onderschat niet de mogelijkheden van het programma, zeker niet. Maar wel het verdienmodel, want dat het zo goed kan vertalen komt natuurlijk omdat het talloze vertalingen ook heeft ingevoerd in de training van het leermodel. Betekent dat het alleen maar nadelig is? Nee, natuurlijk niet. Het kan ook mutualistisch zijn. Het kan commensalistisch zijn, want het is heel vaak nuttig. Ik gebruik ChatGPT ook wel voor bepaalde dingen, zoals ik ook autocomplete en dergelijke gebruik. En het kan misschien zelfs parasitistisch zijn, in die zin dat het voordelig voor ons is en nadelig voor de data. Dat is ook nog denkbaar. In werkelijkheid denk ik dat je al die vormen tegelijkertijd hebt. En ik heb hier wat extra nadruk gelegd op de nadelige, ja, omdat het een goed voorbeeld is, naar mijn idee, van een parasitaire symbiose. Ja, want dat is in feite toch het basismodel van deze kunstmatige intelligentie. Laatste twee dia's. Er zijn allerlei dystopische fantasieën van kunstmatige intelligentie gaat de mens overheersen of misschien zelfs uitroeien. En heel opmerkelijk is dat deze dystopische gedachten heel vaak worden geuit door de big tech mensen zelf. Elon Musk zegt dat, Bezos, et cetera. Mijn idee is dat ze dat vooral doen om ons af te houden van kritiek op wat daadwerkelijk schadelijk is hier. Namelijk dat data worden gestolen, dat mensen worden onderbetaald, et cetera. Dus alle nadelige zaken, die worden onder de tafel gemoffeld als het ware, door te zeggen, ja, AI gaat, en dit is het grote gevaar. Nee, het grote gevaar is al volop aan de gang. En ik ben niet zo bang dat superieure AI ons gaat overheersen, want superieure AI bestaat niet, want AI is niet intelligent. In combinatie met mensen kan het menselijke intelligentie versterken, maar het is op zich genomen niet intelligent. Een paar jaar geleden werd ik het programma op zondagochtend door Witteman, Paul Witteman presenteerde dat toen nog. Dat was de aanleiding van een uitspraak van Stephen Hawking. Die zei, ja, nog deze eeuw worden we waarschijnlijk overheerst door superieure intelligenties. En Paul Witteman vroeg mij, ben jij ook bang dat superieure intelligenties ons gaan overheersen? En ik zei, nee, ik heb een hele andere angst. Mijn angst is dat inferieure intelligenties ons gaan overheersen. Want als wij ons overgeven aan deze programma's en niet meer zelf kritisch gaan denken en al die fouten die daar plaatsvinden kritiekloos gaan gebruiken of herhalen, dan worden we inferieur intelligent, zoals ook die taalmodellen dat al worden, zoals ik uiteenzet. En een parasiet heeft een gastheer nodig. Dus als AI ons zou vernietigen,
dan vernietigt het zichzelf. Je zou kunnen zeggen, het zijn in feite dit soort dystopieën, afleidingsmanoeuvres om de aandacht af te leiden van de bestaande problemen. En eigenlijk moet je zeggen, niet ChatGPT zelf is de parasiet, het zijn de mensen die erachter zitten en die het programma gebruiken. Die parasiteren op andere mensen. En dat geldt voor heel veel big tech uitvindingen. Utopische fantasieën zijn ook irreëel, want sommige mensen denken dat ChatGPT, er zijn ook enthousiastelingen die zeggen nee, het gaat de mensheid juist redden. Maar ook dat denk ik niet, daarvoor is het ook te dom. Het is een goed hulpmiddel. Hoe complexer de wereld wordt, hoe meer we afhankelijk zullen zijn van AI. En om milieuproblematiek, om die nog even te noemen, zo complex, daar zijn goede computers en goede computerprogramma's onontbeerlijk om ons die complexiteit te kunnen inzien en daarnaar te kunnen handelen. Maar alleen in samenwerking met intelligente mensen die doelen kunnen stellen en die daar ook morele normen over kunnen hanteren. Dus het grootste gevaar is niet superieure AI, maar zoals ik al zei, dat inferieure AI ons leven gaat bepalen. En ik moest toen ik bij Witteman zat denken aan Heidegger, kom ik toch nog even op die Heidegger terug die door Rob genoemd werd in zijn inleiding. In het jaar van zijn dood, laatste interview wat hij gaf aan Der Spiegel, vroeg de interviewer aan Heidegger, meneer Heidegger, u heeft vaak heel somber gesproken over de technologie. En dit was in, we spreken hier over jaren 80, hè, dus in de tijd ook van de neutronenbom en dat soort dingen. En zei, bent u bang dat door de technologie alles mis zal lopen? En toen zei Heidegger, nee, mijn grootste angst is dat er een dag zal komen dat alles functioneert. Dat is in eerste instantie een rare opmerking. Maar ik moest daaraan denken toen ik bij Witteman zat. Want ik dacht, je kunt je voorstellen, stel dat een dystopie gerealiseerd zou worden. Of door andere oorzaken. Stel dat er een pandemie komt dat alle mensen sterven. Maar die AI gaat gewoon door en door en door. Dan hebben we een wereld waarin voortdurend teksten worden gereproduceerd. Zonder dat die enige betekenis voor wie of wat dan ook hebben. Dat is denk ik de werkelijke dystopie die zou kunnen plaatsvinden. En stel dat er dan een intelligentie van een andere planeet komt en die hier op aarde landt en die kijkt, what the fuck is this? Nou, ze zullen het misschien in een heel andere taal uitdrukken, maar dat lijkt mij het grote, de grote dystopie. Maar niet omdat AI superieur zal zijn en ons om die redenen zal gaan overheersen. Dank u wel. De tijd gaat snel, maar er zijn wellicht nog wat vragen, aanvullingen. Misschien moet ik het even laten bezinken. Eén voorzichtige hand. Ja, u zegt eigenlijk, u maakt een onderscheid tussen, zeg maar, zeg maar dat zelfreproducerende model en dan krijg je doelgerichtheid en dan krijg je betekenis, zeg maar. En betekenis, dat noemt u eigenlijk pas echt intelligent. En doelmatigheid is al iets intelligenter, zeg maar. Maar wat ik me toch wel een beetje afvraag, is het niet zo dat het... U geeft geen definitie van intelligentie in feite, maar is intelligentie... Zou dat niet ook zo kunnen werken dat kwantiteit tot kwaliteit leidt? Dus zeg maar, als jij een hele hoop domme dingen doet, leidt dat op een gegeven moment tot waarlijk intelligent gedrag. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Maar het lijkt mij niet zo waarschijnlijk dat dat gebeurt.
Je kunt natuurlijk wel van domme dingen leren. Hè? Van je fouten kun je leren. In die zin kunnen domme dingen wel bijdragen aan... Hè, dat je ertoe bijdraagt dat je slimmer wordt. Maar ik denk niet dat een soort... dat je kunt zeggen dat gedrag dan op zich intelligent is. Nou ja, goed, om dan maar gewoon een stom voorbeeld te geven. Vroeger dachten mensen dat, zeg maar de wereldkampioen schaken nooit zou worden overwonnen. En inmiddels is dat al, ik geloof, 10 of 20 jaar het geval. En dan kun je zeggen, ja, dat is intelligentie, maar onderscheid het maar eens van intelligentie. Ik bedoel, die schaakcomputer, die haalt dus duidelijk wel de Turing-test, ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Niet de Turing-test, denk ik. Maar je kunt wel zeggen, computerprogramma's kunnen bepaalde taken heel goed verrichten en vaak nog beter dan de mens. En vandaar ook dat we ze inschakelen. Bijvoorbeeld het medisch gebruik van neurale netwerken om te bepalen of foto's van bijvoorbeeld bepaalde gezwellen, of die kwaadaardig of goedaardig zijn. Die doen het beter dan menselijke artsen. Alhoewel de combinatie van beide nog weer wat beter presenteert als ze samenwerken. Maar dat is een heel specifieke taak. En als je vraagt wat intelligentie is, denk ik, ik heb inderdaad geen definitie.